Hallo, hallo. Dit is Lisette Anne met de orakelthemakaart van week 22. Ik heb begrepen dat in verband met de AVG dat het misschien zo is dat ik de opmerkingen die iemand schrijft niet kan zien. Als je dit trouwens ziet, dan kijk je naar een replay van een Facebook Live uit de besloten Facebookgroep Passievol en Bewust. Dus ik ga eventjes mijn eigen groep hier opzoeken en eventjes mijn eigen live hier bekijken. Oh ja, dan kan ik eventueel daar kan ik meekijken. Zet ik wel even het geluid uit, want anders heb je misschien een dubbele echo. En, nou, oké. Okay. Dus, nou, ik heb een hele mooie orakelkaartenset deze week gekozen. Of zij kozen mij eigenlijk. We hadden afgelopen... Oh ja, wacht even, deze. Hup, dan hoor ik mezelf er doorheen. Oké, dat doe ik zo weg. Ja, want we hadden afgelopen week hadden we Merlijn Magie 3. En dat was een heel apart webinar. Op een gegeven moment, ik was een webinar aan het geven. En ik de hele tijd zat hier naast me iets. Dus op een gegeven moment, en nog een keer. Dus op een gegeven moment zeg ik zo van, oké, jongens, wat is er nou? Nou, als je mee hebt gedaan met Merlijn Magie, dan weet je dat we in de eerste... webinars, Merlijn Magie webinar, hebben wij gewerkt met drakenenergie, met draakjes. Nou, en een van die draakjes had iets te vertellen. En dus ja, dat was echt heel erg grappig, was heel erg leuk. Dus ja, en die draakjes die zijn eigenlijk naar voren gekomen sinds Merlijn. En ik dacht vandaag, deze week is een fantastische week om met de Dragon Oracle Cards te werken van... Diana Cooper, kan je het zo zien? Oh, die kan zijn Diana Cooper. En vorige week had ik even helemaal 0% puff voor een orakel themakaart. Het was Pinksteren. En ik had een hele drukke week. Vorige week we moesten Pinksteren eventjes uitpuffen. Mijn moeder was jarig. Ik had Ontwikkel je heldere vermogens. Ik had een kaartlegworkshop. Ik had Merlijn Magie. Ik had IET Basic en IET Intermediate. Dan had ik echt zoiets van, ik moet echt even een dagje rusten. En dat heb ik dus op de tweede Pinksterdag gedaan. En hi Jacqueline. Dus vandaar dat vorige week eventjes geen orakel themakaart. Dus dat ga ik deze week helemaal goed maken. Dus met... Dragon Oracle Cards van Diana Cooper. Ik heb hier een set kaarten. Dus denk eventjes na op welke vraag jij een antwoord wil hebben. En dan... Nou, ik heb nog geen eens geschud en deze draak valt er al uit. Nou, dan moet het zo zijn. Eens even kijken. Nou ja, dat is op zich wel een hele goede kaart. Deze heb ik zelf nog niet eerder gehad. Maar het is wel een hele mooie kaart. Dat is een kaart van de Earth Dragon. Ik zal eens kijken of ik hem zo kan houden dat je hem kunt zien bij de camera. Oh, dan moet ik hem ook nog zo draaien. Zo, die kant heen. Wat is dat moeilijk om te in. Zo. Nou, jongens. Clears your path. Oops, die kant heen. And the land around you. Stay grounded, be ready to serve. Stuck energy is clearing. You can move forward in life. Dus deze kaart betekent dat het is dus een... je hebt heel veel verschillende soorten draken. Hè? Je hebt luchtdraken, je hebt vuurdraken, je hebt aardedraken. En dit is dus een aardedraak. En past ook wel bij mij, want in de Nine Star Key ben ik een 252. Dat betekent aarde, aarde, aarde. En deze kaart dus, deze draak zegt deze week dat het belangrijk is... om het land en de omgeving om jou heen, en waarschijnlijk dus ook de mensen en de situatie, om jou heen te reinigen van alles wat minder goed is dan... Goed zo, 100%. Het is belangrijk dat je daarbij heel erg gegrond blijft deze week. Het is, ik voel dat zelf al een beetje aan het begin van deze week. Het is een week waar ik inderdaad heel bewust... in het hier en nu dient te zijn. Ik heb dus ook vanochtend echt goede Pilates oefeningen gedaan om echt goed te gronden. Want de energie is zo dat het je heel makkelijk deze week omhoog trekt met de energie. Nou, deze draak zegt dus ook van stay grounded. Hè? Dus wees ook geaard. Doe ook je oefeningen, loop op blote voeten. Het is hartstikke lekker weer. Ga naar buiten, ga de natuur in. Doe ook iets met je handen in aarde. Ja, ik natuurlijk, ik tuinier me helemaal een slag in de rondte. Misschien heb je een balkonnetje of iets wat je kunt doen met je eventjes. Of je gaat naar het strand of wat dan ook. Iets wat voor jou natuur en aarde en gronding
Ja, Jacqueline zegt 100%. Weet je dat dat voor jou dat betekent? En er staat ook be ready to serve. Dat betekent dat je bereid moet zijn om dienstbaar te zijn, om te dienen. Kijk, als je natuurlijk een praktijk hebt, zoals ik als praktisch spiritueel coach, dan natuurlijk, hè, ik dien mijn klanten. Mijn klanten komen bij mij met een verhaal, met een probleem. En dat probleem help ik op te lossen. Of dat nou in een webinar is, sorry, of in een kaartlegworkshop, of in een IET-workshop, of nou, in de passievol en bewust VIP-groep. He, dat is mijn doel, mijn passie, maar ook een stukje dienstbaarheid om mensen te... Zo, zegt Jacqueline. Jacqueline zegt, vanochtend vroeg al een wandeling gemaakt van 2 uur. Hartstikke goed. Dat is echt heel super heerlijk. Jij hebt natuurlijk honden, dus dat scheelt. Dan ga je inderdaad, dan moet je ook sowieso natuurlijk naar buiten. Maar dat je klaar moet zijn inderdaad om iemand te helpen, bereid zijn om iemand te helpen deze week wanneer hij of zij daarom vraagt. En het feit dat deze aardedraak hier al is, zegt hij, stuck energy is clearing. Dat betekent dat gestagneerde energie in je omgeving, mits je daarvoor open staat, mits je dat natuurlijk zelf wil, dat het eraan toe is om losgebroken te worden en verwijderd te gaan worden. Dus dat kan je misschien ook voelen, dat je daardoor heel erg gegrond moet blijven, omdat je anders misschien meegaat in de energie. En dan staat er, you can move forward in life. Dus betekent dat het dan voor jou mogelijk is om door te gaan met jouw levenstaak, met je levensdoel. En dat je doorgaat in het leven. En dus het is een weekje waarin je opruimt. Waarin je, we hebben het volgende, trouwens volgende is morgen ook. Hebben we ook volle maan. Hè? Dus het is eigenlijk vandaag nog de laatste dag om te mediteren. De laatste dag om op te ruimen. Want morgen is het om 16:21 volle maan. En dan morgen is ook nog zo'n wisseldagje. En daarna ga je ook weer opbouwen. Dus heb je nog wat los te laten. Doe het dan vandaag, maandag. En morgen, dinsdag. En dan ga je vanaf woensdag ga je weer lekker opbouwen. Zoals de draak zegt. You can move forward in life. Dus ja, dat is de orakel themakaart voor deze week. Nou, zoals ik zei, het is morgen volle maan. We zijn een hoop veranderingen ook in deze week. We nemen afscheid van de maand mei. We gaan naar de maand juni. En dat betekent dat ik de deuren vanaf dit moment weer openzet om weer in te stromen in de passievol en bewust VIP-groep. Ik heb daar al een post in de passievol en bewuste groep over gezet. En natuurlijk ook in de VIP-groep van willen mensen blijven of stappen mensen eruit. En ik zal de komende dagen, zal ik daar wat meer over vertellen. Want wat heb je nou überhaupt aan zo'n VIP-groep? Wat is de VIP-groep nou anders dan de passievol en bewuste groep? Nou, bij de VIP-groep sowieso krijg jij gratis toegang tot alle replays van alle webinars die ik geef. Dus... had jij ingestroomd afgelopen maand, dan had jij in plaats van voor €333, had jij voor €50 toegang gehad tot mijn serie Ontwikkel je heldere vermogens. Het verschil is wel dat als je natuurlijk echt meedoet met de serie, dan koop je de, zeg maar, de serie tussen aanhalingstekens. Dan krijg je daar de rest van je leven toegang toe in de betaalde groep Ontwikkel je heldere vermogens of op Vimeo. En de webinars, zeg maar de replays van alle webinars die ik geef, worden een maand geüpload in de VIP-groep en aan het eind van de maand worden die verwijderd, omdat er dan in de volgende maand nieuwe mensen instromen. Dus we hebben in de VIP-groep hebben we elke maand hebben we een healing. We hebben elke maand een Q&A. Dus dan ga ik live, kun je me alles vragen wat je wilt op spiritueel gebied. Ik heb bijvoorbeeld een verrassingswebinar gegeven. Met Pinksteren hebben we gewerkt met het uitstorten van de Heilige Geest, met Moeder Maria, met de Christusenergie. Sorry, mijn stem valt weg. En het Heilig Hart hebben we geïntroduceerd. Dat zijn allemaal dingen die ik in de VIP-groep doe. Wat maar €50 inclusief BTW per maand is. Je kan per maand in- en uitstromen. En er zijn deals voor als je de 3 maanden in zit. In 1 keer op meteen een jaarabonnement koopt. Dus daarover genoeg. Daar vertel ik je de komende dagen nog wel gewoon meer over. Voor nu is het belangrijk. Earth Dragon. Ga lekker nog eventjes vandaag en morgen opruimen wat je op te ruimen hebt. Laat alles minder goed dan
100% los en ga je dan lekker openstellen voor de energie die er komt na de volle maan. En ga vanaf woensdag weer heerlijk stromen, je leven opbouwen en je dingen doen. Oké, okay. Even klikt iemand, wacht even, zegt iemand. Gisteren veel opgeruimd. Ja, jij was bezig, hè, met opruimen. En echt een aanrader, de VIP-groep. Ik word er heel blij van, vooral de healing en de Q&A. Ja, nou ja, weet je, met de healingen, dan mogen mensen dus in de VIP-groep gewoon... Ik post van, hè, vanavond hebben we een healing, waar wil je aan werken? En dan doen we gewoon echt hele grote healingen. En omdat het mensen zijn die heel erg bewust zijn met hun spirituele ontwikkeling, gaan die healingen worden ook steeds groter en groter en meer. Dus er gebeuren gewoon echt hele grote dingen in die healingen. En die Q&A, ja, dan ben ik ook gewoon live. Dat doen we in een go-to-meeting webinar. Dat betekent dat, mits de mensen dat willen, ze de microfoon open kunnen zetten en hun camera kunnen delen. Dus dan zie je allemaal mensjes zo op het beeldscherm. En dan kunnen we onderling met elkaar praten. En nou ja, dan, ik heb dan meestal een thema. En dan mag je alle vragen rondom dat thema op spiritueel gebied, stel je vragen. En ik beantwoord ze dan. Dus dan heb je een soort van, een mini-les van mij. Dus, als er op dit moment geen vragen zijn voor de live video, dan ga ik lekker afsluiten. Ik heb nog een hele hoop te doen. Ik heb een lijst zo lang als mijn arm. En ik moet straks nog eventjes de deur uit, nog wat andere dingen doen. Vanavond heb ik Toastmasters, ik moet nog een hele speech voorbereiden. Dus ik zou zeggen, ga lekker je ding doen. Zorg goed voor jezelf. Roep de aardedraak aan. En doe daar je voordeel mee. En tot de volgende keer. Love you guys. Bye bye.